Van Joram van der Sloot hebben wij natuurlijk een tijdje al niks meer gehoord. En dat gaat voorlopig ook zo blijven ook. Want terugzien, dat doen we nu niet. Nou, niet zo heel snel, denk ik. Hij is zich aardig in de nesten gewerkt. Ik heb er vorige week natuurlijk al iets over gezegd. Namelijk het feit dat op de zitting, de eerste zittingsdag eigenlijk, hij zelf schitterde door afwezigheid, maar ook zijn advocaat. De advocaat van de familie heeft toen gezegd van nou, we vinden dat er een veel zwaardere straf moet worden opgelegd eigenlijk dan de 30 jaar die het Openbaar Ministerie wil gaan eisen. En afgelopen vrijdag heeft de rechter gezegd, of rechters moet ik zeggen, op basis van mede dat verhaal van die advocaat, dat inderdaad de hele zaak wordt terugverwezen nu naar het Openbaar Ministerie en dat die aanklacht inderdaad aanmerkelijk moet worden verzwaard. Want het was nu moord, roof, hoe werd het ook weer genoemd? Nou, het was heel moeilijk het verschil, maar het luistert nauw. Ja, het luistert heel nauw. Het Openbaar Ministerie zegt moord, gevolgd door roof. Daar staat, of daar willen ze dan 30 jaar gevangenisstraf voor eisen. Maar de advocaat van de familie zegt nee, het was roof, gevolgd door moord. En dat is ook in Nederland overigens een zwaarder delict. Dat is gekwalificeerde doodslag noemen ze dat. Dat is een beramen van een overval of een beroving of iets dergelijks. Gevolgd door een moord. En daar is in Peru staat een straf voor levenslange gevangenisstraf op, maximaal. En dat hangt hem nu dus boven het hoofd. Ja. Dan heeft hij nog een geldprobleem, want zoals het er nu naar uitziet kan hij zijn huidige advocaat, net als de vorige, niet betalen. Dat is ook de reden dat hij is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis nu. Het ziet er allemaal buitengewoon somber voor uit. Dat overplaatsen naar een ander deel van de gevangenis betekent dat en het feit dat hij geen geld heeft, dat nu dit soort verschrikkelijke scènes gaan gebeuren van iedereen steeds bang was dat hij ze mee moest gaan maken in die gevangenis. Dat risico is groot. Kijk, hij zat op een afgeschermd gedeelte, op een afgeschermde afdeling. Daar ben ik ook vorig jaar bij hem geweest. Nu is het zo dat hij gewoon tussen de Peruanen zit en niet de liefste Peruanen. Want dat zijn allemaal verkrachters, moordenaars, noem maar op. En die zijn geen fan van Joram, denk ik. En de vader van Stephanie Flores heeft steeds gezegd van nou, wat er ook gebeurt, dat kan een jaar duren, dat kan 10 jaar duren. Maar deze jongen, die krijgt ze trekken thuis. En die heeft ook heel veel invloed. En die zou ook zomaar natuurlijk wat medegedetineerden kunnen inhuren. Dan betaal je medegedetineerden om hem dwars te zitten eigenlijk. Ja, ik heb dat zijn advocaat natuurlijk ook gevraagd. Loopt Joram gevaar daar? Die ontkent dat allemaal. Maar goed, de voortekenen zijn in ieder geval niet gunstig. Laat ik het daarop houden. Dat verhaal van die Amerikaanse vrouw die hem geld gegeven heeft een tijd lang. Dat was natuurlijk steeds de vraag hoe Joram aan het geld komt. Heb ik me natuurlijk ook wel eens afgevraagd. Omdat je natuurlijk bepaalde faciliteiten in die gevangenis moet kopen. En dat deed hij ook. Beschikt hij over financiële middelen. Maar dat blijkt een Amerikaanse dame te zijn. En ik ben nog precies aan het uitzoeken wie dat nou is. Die hem het afgelopen jaar grote bedragen heeft betaald. Ook zijn advocaat heeft betaald. Dat is een dame die erg gelovig is. En ook gelovig wat betreft de onschuld van Joram van der Sloot. En die heeft hem dus, ik geloof, $10,000-20,000 al betaald. En ook die dame schijnt nu de geldkraan te hebben dichtgedraaid.